Hey, hallo allemaal, welkom bij Tekenschool, de Tekentovenaar. Dit wordt een les over kliederen en hoe belangrijk kliederen is. Dus ik hoop dat je na deze les weer lekker veel gaat kliederen en dat je weet hoe belangrijk het is om kunst te maken. Vergeet niet om even te abonneren en even duimpje omhoog als je het een leuke video vond. Ik laat jullie even twee schilderijen zien. Ik laat je eerst even deze zien. Kijk, het is een prachtig boslandschap. En ik heb hier nog een echt klieder schilderij. Nu denk je, nou, welke vind je nou eigenlijk leuker? Vind je deze mooier of vind je deze mooier? Kijk, ik zal je een geheim vertellen. Deze twee schilderijen zijn allemaal gemaakt met geklieder. En je blijft als kunstenaar altijd kliederen, alleen je wordt er steeds beter in. Hier zie je heel duidelijk bij de schilderij van dat het geklieder is. En deze is het, als je heel dichtbij kijkt, zie je allemaal geklieder. Het is allemaal gemaakt van vlekjes en streepjes en vormpjes en zo. Maar het blijft gewoon gekliederd. Maar eerst moet je echt flink gaan kliederen voordat je dit kan. Je moet heel goed kunnen kliederen. Dus daarom een speciale les over kliederen en hoe belangrijk dat is. Oké, als je gaat kliederen. Kliederen is dus de basis van als je kunst wil maken. Ja, en kunst maken is iets maken helemaal vanuit jezelf. Hè? Dus geen kleurplaatjes of dat soort dingen. Gewoon echte kunst gaat maken. Heel belangrijk als je goed wil leren tekenen. Je wil iets maken wat helemaal uit jezelf komt. Dus kliederen is de basis. En waarom? Kijk, kliederen is allemaal vormen leren kennen. Want de werkelijkheid om je heen en alle beelden in je hoofd die je maakt, hè, je denken, is allemaal gemaakt van allemaal vlekjes, stipjes, streepjes, krasjes, allemaal. Dus die zijn niet hetzelfde, zeg maar. Het is niet een puzzel met allemaal van die gelijke stukjes. Nee, het zijn allemaal hele vreemde stukjes. En die leer je allemaal kennen als je gaat kliederen. Dus vooral als je met houtskool gaat werken of pastel krijt of lekker verf, zeg maar. Als je daarmee gaat werken, maar ook met klei, zeg maar, dan kan je dat ook heel goed leren. Leer je kliederen. Dus je moet kliederen moet je nooit verleren als je kunstenaar wil worden, ontwerper wil worden of in ieder geval creatief wil worden. Als je iets met creativiteit wil gaan doen. Als je dat niet wil, ga dan maar lekker gewoon netjes werken. Maar als je verschil wil maken, moet je gaan kliederen. En vooral als je jezelf wil leren kennen, moet je gaan kliederen. Je wordt dan steeds beter in kliederen. En dan kan je ook inderdaad langzamerhand kan je steeds kleiner gaan kliederen. En dan kun je dit soort dingen maken. Van een afstandje ziet het er dan zo uit. Want als je goed in je heen kijkt, zijn het allemaal echt allemaal verschillende kleurtjes en vlekjes en dat soort dingen allemaal. Die moet je leren herkennen. Dus daar is kliederen heel erg belangrijk voor. En dan kun je dus echt kunst maken. En wanneer maak je nou kunst? Je maakt nou kunst als je echt met je eigen stijl iets kan creëren, zeg maar. Dus op een gegeven moment kan je dus die vlekjes en al die krasjes allemaal kan je maken zo. Maar je kan iets laten ontstaan. Je gaat er niet meer over nadenken. Je kan alleen maar je eigen stijl en je eigen creativiteit eruit laten komen als je het kan laten ontstaan. Daar moet je niet te veel over nadenken. Dus heel belangrijk als je kunst wil maken, dat is het verschil tussen kunst en kitsch of een kleurplaatje maken. Dat is dat het vanuit jezelf komt. En heel belangrijk ook is, daarom is het fijn om bijvoorbeeld met verf gewoon lekker met je vingers lekker te gaan schilderen en zo. Hè, dat je helemaal eronder zit. Hè, want dan heb je contact met het materiaal. Je moet zelf onderdeel worden van het materiaal. Want anders blijft er een afstand, blijf je van een afstandje. Dus als je bijvoorbeeld met handschoentjes aan gaat schilderen, of je doet een schortje voor, of wel allemaal, of in een omgeving wat niet vies mag worden, nee, dat is niet nodig. Je moet echt een plek hebben waar je lekker kan uitleven, waar je lekker mag kliederen, want anders komt het er niet uit. Anders kan je niet genoeg experimenteren. Het is lekker spelen en lekker kliederen. Dus je moet echt een plek hebben waar je mag kliederen. Dus een atelier, dat is eigenlijk een atelier. Hè? Dus misschien heb je thuis ergens, hoop ik, of ergens in een schuurtje of een plekje waar je gewoon mag kliederen. Dat het niet erg is dat het op de grond valt, dat het niet erg is dat het op de tafel komt, dat het niet erg is. Maar dat je gewoon lekker mag kliederen, want dat is een, kijk, ik zeg altijd zo, als je gaat inkleuren en je gaat vormpjes bedenken, dan kom je maar in zo'n klein wereldje terecht. Hè? Dan word je niet creatief. Maar als je gaat kliederen, ja, dan kom je in een oneindig grote wereld terecht. En in die wereld vind je je eigen stijl. Dus niet in dat kleine wereldje met stiftjes tekenen en zo. En waar je netjes moet zijn, binnen de lijntjes tekenen. Nee, hou daarmee op en zo. Want je moet eerst leren kliederen
kunst te maken. Dus kom in deze grote wereld terecht van de creativiteit. Dus gebruik houtskool, ga dat gewoon kopen of bestellen. Pastelkrijt, dus geen waskool en ook geen stiften, maar pastelkrijt. Dat zijn krijtjes, dat is opgedroogde verf. Dan kan je zo met krijten en dan kan je lekker uitvegen met je vingers. En smeer het dan ook even op je gezicht en zo. En ga helemaal in dat kliederen zitten, het is zo belangrijk. Hele kleine kinderen weten dat nog wel, die kunnen lekker kliederen. Maar op een gegeven moment word je een beetje vies ervan. En dan is het, dan kan je echt geen kunst meer maken. Dan is je creativiteit opgesloten en het moet eruit komen, ook om, zeg maar, om jezelf te ontdekken. Hè? Dat vind je in het klieren. En klei helpt ook ontzettend en verf natuurlijk ontzettend goed. Dus nu weet je een beetje waarom kliederen zo ontzettend belangrijk is. Dus ga nu lekker kliederen, ga nu lekker een mooi schilderij maken of een tekening maken waarin je lekker gaat kliederen en jezelf helemaal onder gaat smeren. Want dat is heel belangrijk, dan pas kan je echte kunst maken en dan kom je in je creativiteit terecht. En dan maak je echte kunst. Tot de volgende keer. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen en te abonneren natuurlijk. Doei!